Ik ben Rachel, ik studeer social work. Ik zit nu in mijn vierde jaar. Dit project heet De Nieuwe Eik. Ik ben hier terechtgekomen via Woningnet. Een aantal jaar geleden zat hier een verzorgingshuis. Toen kwam dit er. Ongeveer 30% van de mensen in het gebouw staatshouder of uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Het is niet zo dat wij hier horen als er iemand komt wonen hoe diegene hier komt. Dus het is eigenlijk heel gelijkwaardig. Kom binnen. Hiervoor woonde ik ook in een studio en ik vond dat toch wel ook best alleen. Dit vind ik zelf veel fijner, dus veel contact met de anderen. Ik vind het ook zelf heel fijn om iets te kunnen betekenen voor anderen. Ik zit bijvoorbeeld ook in het tuinteam. Een beetje betrokkenheid, dat is wel fijn als je dat hebt als je hier komt wonen. Waar zitten de meeste mensen? Ik denk toch aan tafel, maar dan gaan we vaak als we hier eten of zo. Oeh, deze stoel is echt vies. Soms eten we hier samen. En soms zat ik hier te werken, maar ik werk nu nooit thuis. Ik zit liever ergens anders. Ik ben productiever. Wat ik zelf wel eens moeilijk vind, is als ik merk dat het met mensen niet goed gaat of dat er dingen gebeuren, van wat ik dan zelf het beste kan doen, omdat ik ook wel graag mensen wil steunen, dat we buren zijn en dat ik hier niet een hulpverlener ben. Dus ja, dat is dan voor mij zelf soms de zoektocht. Hoeveel woonkamers heb je in dit gebouw? Per gang dus 1. Dus dit zijn er dan 3. En dan heb je nog aan de andere kant heb je er ook nog 2, denk ik. Ja. Het is nu een beetje verwilderd, maar we hebben een aantal moestuinbakken. En er waren dit jaar heel veel tomaten. En nog steeds dus blijkbaar. Leuk. Ja, heel veel tomaten. Hier stonden zonnebloemen en nog wat andere groenten. En daar hebben we ook nog wat bakken met kruiden. En daar zit ook met plek om een vuurtje te maken. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. En in de zomer ook heel gezellig. Dit is de weggeefwinkel. En hier zetten mensen ook... Hier kunnen mensen dingen neerleggen als ze niet meer willen, maar je mag ook gewoon dingen pakken. En ik heb ook soms wel leuke dingen gevonden hier, maar ik wil niet te veel troep, want soms wordt het best wel een bende. Maar de laatste tijd is het wel echt netter dan dat het een tijd geleden was. We hebben een appgroep ook in het gebouw, die heet Too Good To Go. En als mensen dan eten over hebben, dan kunnen ze het delen met anderen. Dat is toch een goed idee. Maar die pik ik wel mee.